Steven, eerste nederlaag van het seizoen. Verliezen jullie deze wedstrijd in de eerste helft? Ja, zeker weten. We waren gewoon te slap. Niet veel. Ze hebben een eerlijk duel en dan kom je niet aan het voetballen. De eerste fase hadden we totaal geen druk. Probeerden we het wel, alleen waren de ruimtes veel te groot. En je speelde toch eigenlijk de lange bal. We wonnen de duels niet. En aan de bal waren we ook te apathisch en te slordig. Wat gebeurt er dan in die tweede helft? Voel je meteen van nu kunnen we wel, nu spelen we wel verder naar voren? Ja, een beetje anders neergezet en ze hebben ze daar ook niet echt mee om te gaan. Je zag direct dat we gewoon gevaarlijker werden. En, ja, na die goal hebben we nog genoeg kansen gehad. Ik zelf ook nog één, die er wel in moest. De eerste helft, eigenlijk de kracht van ons is duels winnen, tactisch goed staan. Dat waren net de puntjes waar Feyenoord de eerste helft zeker beter in was. En dat mag ons niet overkomen. Ja, als je dan toch verliest de eerste keer, dan is dat altijd zuur. Ja, zeker weten. Maar ja, we staan nog steeds bovenaan en er is nog niks aan de hand. Ja, je verliest, je moet door. We zijn denk ik sterk genoeg als groep zijnde om bij elkaar te blijven en aan onze eigen principes vast te houden. En dat moeten we ook doen en dat moeten we deze week laten zien op de trainingen. En tegen Excelsior vrijdag dat het is geweest en dat we sterk genoeg zijn om eroverheen te komen.